Ook wordt er gezegd dat William en Kate niet zijn uitgegaan, of niet zijn ingegaan, beter gezegd, op de uitnodiging voor het verjaardagsfeestje van Lily, de dochter van Harry en Meghan. En dat ja, Charlotte, George en Louis, of Louis, dat die geen tijd hebben doorgebracht met Archie en Lily toen die op bezoek waren in het Verenigd Koninkrijk. Ja, maar dat verbaast me niet. Als je weet, die relatie tussen die twee broers is slecht. En kan je dat William verwijten? Nee. Uiteindelijk, ik heb het in het begin al eens gezegd, dat is eigenlijk een beroep. Hè. Koning, prins zijn, is een beroep. Ze spelen toneel en iedereen moet zijn rol spelen. Mensen verwachten dat. Dat is een beetje de deal ook, hè, tussen het koningshuis en de bevolking, dat zijn bepaalde rols. Nu, Harry is uit zijn rol gevallen. Zo eenvoudig is dat. Hij heeft dingen gedaan die niet kunnen. En het is toch normaal dat zijn broer dan boos is op hem. Zoals in normale families ook. Ik bedoel, mensen zijn soms boos op elkaar. Ik heb 3 zonen, af en toe is de ene boos op de andere. Omdat zij dingen doen die niet goed zijn en niet verwacht worden. Dus nee, natuurlijk. Ik vind dat ook normaal. Hè. Denk je dat die relatie toch nog op een of andere manier te... Ik denk, nee, dat is gedaan. Nee, dat is gedaan, denk ik. Ja. Voor zover ik die familie een beetje ken, die William is ook geen gemakkelijke. En als hij iets in zijn hoofd heeft, zal het ook zeer moeilijk zijn. En als je natuurlijk ook weet dat niet echt broers zijn, dat dat eigenlijk halfbroers zijn. Ik weet niet of dat zo'n grote rol speelt, hoor. Maar nee, ik denk gewoon, hij heeft het verbrot, hè. Harry heeft het verbrot. En dat is echt die invloed van die vrouw, hè, van Meghan, die ook alleen maar denkt aan centjes. Dus dan weet je het. Nee, dat is om zeep en dat gaat nooit meer goed komen. Mm-hmm, ja, vroeger zag je nog wel de verzoenende rol van Kate Middleton in het verhaal. Mm. Dat zei toch ook... Ja, dat is gedaan, nee. Ja, maar dat kan niet meer, hè. Dat kan niet meer, nee. Kate heeft de partij gekozen van haar man, hè. Dus nee, het is gedaan, het is om zeep. En maar dat is interessant voor ons natuurlijk, hè, want we zullen wel zien wat zij binnenkort vertellen, hè. Ja.